Goedenavond allemaal. We gaan kantoormeubelen maken vanavond. Stoelen, bureaus, kasten, noem het maar op. Maar we gaan ook terug in de tijd met een handwerker. Neem ook even een kijkje. En ik ga op stage. WEPA in Hoogeveen maakt sinds 1971 kantoormeubelen van hout en metaal. De firma levert onder meer aan bedrijven, gemeentehuizen en scholen in de Benelux. Onderstellen van de tafels, van de bureaus en van de stoelen, die worden gemaakt van stalen buizen. Die worden hier aangeleverd vanuit Duitsland en vanuit Nederland met een lengte van ongeveer 6 meter. Vervolgens wordt het gesneden en gebogen. WEPA heeft zo'n 100 werknemers in dienst die jaarlijks samen 30.000 stoelen, 10.000 bureaus en nog eens duizenden kasten en ladeblokken maken. Vandaag volgen we de productie van deze stoel. Als het frame van de stoel klaar is, tenminste de onderdelen daarvan, dan moet het natuurlijk nog aan elkaar gelast worden. En dat gebeurt hier. Als er heel veel lastpunten zijn, dan doet de robot dat. Maar als er maar een paar lastpuntjes zijn, dan doen we dat gewoon met de hand hier. Om nou te voorkomen dat dit staal gaat roesten, hè, wordt het gekookt. Dat gebeurt hier in de poedercoatlijn. En dat is niet alleen tegen roest, dat is natuurlijk ook om het gewoon een mooi laagje te geven. Precies werk je, hè, dit? Ja, dit is inderdaad, als het een beetje scheef loopt, dan trekt hij altijd op een hoek, of er zit een plooitje. Kijk, dat gebeurt nu niet. Is het nou lastig om het er goed strak over te krijgen? Is niet moeilijk. Nee? Nee, dat is niet moeilijk. We hebben daar ginds een vakenpers staan. Dat schuim wordt plat geknepen, zeg maar. En dan trek je er zo toe. Ah. En dan is het een kwestie van aftrekken dan naar de tijd. En dan komt hij later, valt hij zo weer terug. Maar het goed afknippen is wel wezenlijk. Ja, ja. Dit bepaalt, als dit niet goed is, dan bepaalt eigenlijk alles. Hoe lang geleden ben je begonnen met dit beroep? 36 jaar, denk ik. Waarom heb je gekozen voor juist dit vak als stofferen? Ieder model heeft, iedere stof heeft zijn eigen charme, zeg maar. En ook de maatvoering. En het is een kwestie van ja, een stukje kwaliteit leven. Dat is de uitdaging ervan eigenlijk. Hier op de montageafdeling komen alle onderdelen van de stoel bij elkaar. De zitting, het frame, de rugleuning, de armleggers, alles wordt hier aan elkaar gezet.
vindt die gaten bijna blindelings, Jurien, of niet? Ja, dat was vroeger even iets anders. Vroeger hadden we een malletje ervoor, leggen we eroverheen en met een krijtje werd dat afgetekend. Maar door de jaren heen is het eigenlijk wel een klein beetje standaard geworden dat je die gaten eigenlijk zo kan vinden. Hoeveel stoelen gaan er nou eigenlijk door je handen op zo'n dag? Dat hangt af van het model. Het model, het ene model is het andere natuurlijk niet. Het ene model zet je er 80 van in elkaar op een dag. En het andere model misschien wel 200. Okay. Maakt het je nou wat uit wat je doet? Nee, het maakt op zich niet uit. Het liefste doe je natuurlijk je eigen werk. Want ik zit dan in de stoelen en er zijn heel veel modellen. En je hebt elke keer is het model weer anders. Je hebt andere handelingen, andere armleggers. En ja, veel meer. In ene stoel doe je bijvoorbeeld in 10 minuten zet je hem in elkaar. En andere stoelen heb je iets van 20 minuten tot een half uur bij nodig. Maar dan praat je ook echt over het directiemeubilair. Daar heb je iets langer werk mee. Dus je hebt afwisseling genoeg in dit vak. De Hogeveense kantoormeubelenproducent heeft een omzet van 20 miljoen euro. Het bedrijf streeft ernaar jaarlijks met 10% te groeien. En dat lijkt, ondanks de kredietcrisis, ook de komende tijd te lukken. Wat is nou de kracht van het bedrijf? Flexibiliteit, diversiteit en het helemaal zelf maken van de dingen. Dus dat je echt van het begin tot het eind het product produceert. Dus dat is denk ik wel de kracht. Zit er nou veel ontwikkeling in de producten die jullie maken? Als je het even terugkijkt naar, nou ik ben zelf in 1991 ben ik hier in de, werkzaam geworden in dit vakgebied. Toen was alles vaste hoogte en nu is het heel normaal over zit-staarwerkplekken te praten, elektrisch bediend. Waarbij zelfs monitorhoogte, bureauhoogte, lichtsterkte met één kaartje geregeld kan worden. Dus er zit wel heel veel ontwikkeling in.